super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Het is vandaag dinsdag 26 mei. En ik dacht, ik begin alvast met vloggen. Ik heb namelijk aanstaande vrijdag en zondag weer opnames van Op Weg naar Cannes. En ik heb er ontzettend veel zin in, want het heeft natuurlijk even stilgelegen vanwege corona. Wel heel erg jammer. De opnames kunnen weer doorgaan. En ik heb dus een aantal dingen nodig die ik meeneem. Dus ik dacht, waarom laat ik jullie dat niet zien wat ik allemaal meeneem in mijn koffer voor de twee opnamedagen? Het eerste wat ik meeneem zijn mijn nudekleurige hakken. Altijd voor de zekerheid neem ik ook de zwarte basic hakken mee. Deo en body mist. En wat ook erg belangrijk is, is om nudekleurig ondergoed mee te nemen. Zodat het allemaal niet doorschijnt, zeg maar. En nu zijn er maar twee dingen die ik nodig heb voor de shoot van zondag. Dat is namelijk deze handdoek. En badslippers. Vast wel raden wat voor shoot het wordt. Ik ga nog niks vertellen, maar dat zullen jullie zien in de aankomende beelden. Ook heb ik altijd een handtas bij. Deze is van Webstash en deze heb ik net nieuw. Ik vind het echt een super leuke tas, ook super fijn. Ik heb daar gewoon eigenlijk mijn pasjes in zitten, vaseline en nog een lipgloss. Eigenlijk niet zo heel veel, maar dat is gewoon iets wat ik altijd bij me heb. Ook neem ik altijd even een flesje water mee voor mezelf. En ja, dat is het eigenlijk voor deze keer. Het is niet zoveel als vorige keer, want vorige keer moesten we alleen maar kledingsetjes meenemen. En dit zijn eigenlijk alleen de specifieke dingen die we nu nodig hebben. Even mijn koffer inpakken en dan zie ik jullie vrijdag. Het is vandaag vrijdag 29 mei. Ja toch? Ja. Wat? Ik zit altijd met die datum. Ja, 29 mei. En we zijn hier al met een paar meiden. We zijn aangekomen bij de villa. Echt super mooi. En ik ga jullie vandaag meenemen. Je hebt net onze make-up gedaan. Gigi is ook in de make-up gedaan. Geen verschil. Geen verschil, normaal. Ja, een beetje mijn wenkbrauw bijgewerkt. En we gaan nu naar boven. En dan gaan we dit jurkje oppassen. Ik heb de jurk van Adi aan, tenminste zijn ontwerp. En we hebben dat ook nog een andere jurk aangehad, alleen die heb ik niet kunnen filmen. Daar gaan we straks nog wel de modeshow weer lopen. Ik heb nu deze jurk aan en daar hebben ze net ook foto's mee gemaakt. Het is hier echt super mooi en we gaan nu even lekker lunchen. Oké, we hebben net geshoot in de eerste jurk. Oh, hoi. Hoi. En dit is Gigi haar jurk. Ja. Mooie witte. Het is wel, het lijkt echt dik toen je dat zo kijkt. Nee joh. Dat is ik ga staan en dan laat ik het zien. Ja, dit is beter. Kijk, de achterkant vind ik ook echt mooi. Wacht, ik heb zo'n... Ja, echt zo'n trouw achterkant van die jurk, weet je wel. Echt heel mooi. Dus hier hebben we net foto's mee gemaakt. Wanneer is onze bruiloft? En deze mondkapjes horen er ook bij. Ja, echt super vet. Je kan niet met één hand opdoen. Maar ze zijn wel echt warm. Oh. Ik kan niet met één hand opdoen. Kijk wat ze doet. Oké, okay, we zijn nu klaar met de opnames. En ik ben nog steeds met Gigi. En we hebben net even eten gehad bij de Albert Heijn. Wat wel echt zoveel honger. Dat is echt niet normaal. Dus we hebben even stokbrood gehaald. IJsjes. Salade. Nog meer salade. Nog meer ijsjes. En ja. Zo, ik kan even mijn camera niet draaien. Dat gaan we even lekker opeten en daarna naar huis rijden. Ik zit helemaal onder. Als jij een gekke honger hebt, weet ik het ook niet. Ik weet niet hoe dat kan. Nou, we naar de Albert Heijn gaan in Brabant. We hebben net even gegeten, onze salade. Ja. Allemaal op. Behalve oh ja. Dit. Oh ja. Maar in ieder geval, we gaan nu naar huis rijden. Yes. En ondertussen nog even lekker stokbroodje eten. En dan zijn we over anderhalf uur thuis. Eindelijk.
Hè? Maar de hemel ging ook echt super snel. En ik ben nu weer helemaal helder. Een hele goede morgen. Het is vandaag zondag 31 mei. En ik ben me aan het klaarmaken. Ik heb een shirtje aan met een rokje, want het is best wel warm vandaag. Ik heb make-up gedaan. We moesten waterproof mascara op. En ik moet nog even wat spulletjes in mijn koffer doen. Ik ga over 20 minuutjes weg naar Gigi. En dan gaan wij samen weer richting de locatie van vandaag. Dit is de vierde opnamedag, als ik het goed heb. Naar iets heel leuks toe. En ik ga hier vandaag mee, dus ik zie jullie zo. Yeah, oké, we zijn hier met alle meiden. Ja, ik had een Gigi. En we staan voor het zwembad van Inge de Bruin. Hebben jullie er zin in? Ja, zeker. En we gaan nu naar binnen. We hebben een badpak gekregen. Prachtig. Met deze tekst erop. Klopt, hè? En we zijn echt benieuwd wat we gaan doen. En iedereen is gaan vloggen. Dit is het badpak. Hoe vind jij hem? Nou, ik vind het zo sexy. Kijk dan. We hebben net gezwommen hier achter in het zwembad. En we deden het zo goed. We deden het echt fantastisch. En Lucretia gaat nu van de duikplank. Oh, super. Ik ga wel een keer. Wij staan ze aan te moedigen. Ja. Nou, come on, girl. Nou, daar zo hebben we de quotes opgenomen met Bafo, de cameraman. En nu gaat Lucretia even van de springplank. Bij Glenn. Yo! Hallo! Oh my god, wat vet! En hij wil nu even karaoke met ons doen. En daarna gaan we even lekker een hapje eten. Zingen. Nee, ik kan echt niet zingen. Ik wilde net zeggen, anders had je de puntentelling gewonnen dit keer. Nee, ik kan echt niet zingen. Maar we gaan even liedjes zingen. En dan gaan we wat eten. En dan gaan we wandelen. En dan gaan we weer naar vissen. Oh. Vissen. Vissen? Oh, Inge, doe. Gaan we zingen dan? Zingen? Ja, moet je even een shotje maken tijdens het zingen? Oké, okay, dat doe ik wel. Hé, wat zeggen we dan? Kijk, nom, 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 jij hebt alles wat ik zoek, ik hou extra bij me. Want al die meiden die kijken, ik heb wel een twijfel. Wat ik net en wil, begrijp jij niet. Jij bent in de war, hij hoort me naar je. Dat is niet wat hij zei tegen mij. Hij is van mij. Hij zegt dat ik alles voor hem ben. Ik ben Glenn en we hebben net even een stukje gewandeld en we zijn nu even een ijsje aan het halen. Was gelukt. Ja. Hebben jullie al uitgekozen? Nee, ik ben best toch? Helemaal niet. Smelt het met jullie. Lekker. Wacht, zit dat op je kin? Gigi, wat heb jij? Pure chocola en manco papaya. En jij? Ja, niks. Bij kokos en van die weer. Lekker.